Elke keer als ik thuis kwam, ging het weer over gevoel en over de situatie waar ik over moest praten. En ik kon dat gewoon op een gegeven moment niet aan. Het gevoel van ik ben alleen, er is niemand die van me houdt, ik sta er nu helemaal alleen voor. Ik had liever dat ik mijn jeugd gewoon thuis had gewoond en dat ik die liefde had gehad die ik nodig had. Ik zit ook in de shit. Waar moet ik heen dan? Gewoon 8 uur lang achter elkaar dansen, voor de rest niks. Dat kan geen psycholoog of psychiater tegenop. I don't need anything when I'm here. Because it feels like home. Ik zit er nou wel aardig in. Ja. Zin om naar binnen te gaan, thuiskomen. Ik heb bijna iedereen in de rij. De meeste mensen zeggen dat het is mijn tweede huis. Deze is lekker, hoor. Zit harder. I kick back when you face like that. Get out of the game, I don't play that. Wow! We zijn met een goede sneeuw beland. Alleen ben ik mijn vrienden weer kwijt. Ja. Was goed? Ja, man. Ja. Anderhalf jaar geleden kreeg mijn boer een auto-ongeluk waarbij hij bijna was overleden. Ik sta voor die ambulance. Ik zeg, ik ga mee. En ik zie mijn broer daar met de zuurstof liggen en... Ja. Een week daarvoor lag mijn moeder in het ziekenhuis, maar mijn moeder is hartpatiënt en die had hartproblemen, dus die moest van die schokken krijgen, weet je wel. Zo. En mijn pa die kon het ook mentaal allemaal niet aan. En ik ben niet echt aan het praten en ja, nou, dit is de eerste keer dat ik mijn verhaal vertel. Mijn gezin die snapte ook niet wat ik dan allemaal aan het doen was en hoe het dan met mij ging, want ik was het liefst gewoon weg. De hoort op en gewoon gas geven. En elke keer als ik thuis kwam, dan was het van, ja, maar moet je niet met iemand gaan praten? Heb je dan iets van therapie gehad? Nee, ik denk dat zeg maar, dit alles is mijn therapie. Ik heb al moeite met zeg maar, gevoelens uiten en communicatie, zeg maar. En dat hoeft daar niet. Als ik wil, kan ik het zeggen tegen de mensen waar ik het tegen wil zeggen, maar het hoeft niet. Ik kan ook gewoon heel de avond staan dansen en gewoon helemaal niks hoeven te zeggen en alleen maar mezelf kapot te zweten. Ik ben nou niet iemand die een heel boekje openlegt op tafel gelijk. Ik ben er dan echt voor de gezelligheid en inderdaad dat vergeten van de buitenwereld. En misschien is dit wel mijn manier om het te verwerken. Ik zeg dat een soort van psychiater. We zijn elkaar psychiater, psycholoog, iedereen helpt elkaar. Ik vergeet letterlijk eigenlijk wel alles. En als ik thuis kom, dan voel ik me zoveel blijer dan voorheen, zeg maar. Oh, ik ga helemaal kippenvel, heerlijk! Vorige keer was ik ook naar een feest en ik begon gewoon te huilen van blijdschap toen ik thuis was. Ik voelde me zo gelukkig, ik dacht van wow. Ja, dus ik snap wel dat mensen dat zeggen, hoor, want het is gewoon een soort therapie. Als je iemand eigenlijk 1 keer hebt gezien, is de volgende keer is het gewoon hey! Er is hier nooit ruzie, er is hier nooit gezeik, het is hier altijd gezellig. Dan kan je alles vergeten en gewoon helemaal losgaan en gewoon hoef je die gedachten niet meer te hebben. Ja, of je hebt die gedachten wel en je komt hier op de vrijdag of op de zaterdag binnen met een hele kutweek achter de rug en je gooit je boekje open met pff, ik heb vervelend geweest, bla bla bla. En dan zijn mensen die hier, maakt niet uit, kom hier knuffel, lekker dansen, lekker losgaan, en dat is wel fijn. Vaak op dit soort feesten vind je wel alle alternatieve mensen bij elkaar die accepteren hoe je bent en wie je bent. En ook als je het in het verleden best wel moeilijk hebt gehad, net zoals ik. Mijn depressie is echt gekomen toen ik uit huis ben geplaatst. Je merkt al dat je geen normaal kind bent. Je moeder die snap je niet met je, hoe je nadenkt. Je wordt op een gegeven moment uit huis geplaatst. Je komt op een gegeven moment op een groep waar iemand anders een soort van je ouder probeert te spelen.
En daar kwam op een gegeven moment ook wel echt het gevoel van, ik ben alleen. Er is niemand die van me houdt. Ik sta er nu helemaal alleen voor. Ik ben alleen en ik zal altijd alleen blijven. Of dat je niet gemaakt bent voor deze wereld omdat je anders denkt. Hoe lang heb je daar dan uiteindelijk gezeten? Ik dacht iets van 2 jaar. En toen ben ik weer terug naar huis gegaan omdat de relatie van mijn moeder en haar vriend beëindigde. Uiteindelijk is het met een hele grote ruzie afgelopen dat mijn moeder mij nog een keer wou slaan en dat ik er tegen heb gehouden en dat ik eigenlijk op dat moment al mijn spullen heb gepakt en het huis heb verlaten en nooit meer teruggegaan. Omdat ik die situatie gewoon niet meer wou in mijn leven. Meestal in de rokersruimte dan beginnen de gesprekken. Ook al is de muziek aan het denderen in je oor, zeg maar. Het verbaast je soms hoe diepe gesprekken je kan hebben op zo'n feest. Oud en nieuw zei ik, nu ga ik naar verminderen. Ik heb er nu al meer gepakt dan vorig jaar. Een jaar geleden in een dusdanige depressie terechtgekomen dat ik op een gegeven moment dacht zelf, ik spring nu voor de trein. Als ik op een race sta, kan ik daar heel makkelijk over vertellen van ja, ik ben vorige week bijna voor de trein gesprongen. En dan mensen op zo'n moment wel met je gaan praten en vragen gaan stellen. Het werkt wel op zo'n moment. Van mij, surrender to the night. Ik was 13 toen ik voor de eerste keer uit huis ging naar een woongroep. En dat was gewoon een hele nare tijd. Met 9 andere jongeren zat ik in 1 kamer. En dat was gewoon alsof je allemaal criminelen in 1 hok zet, zeg maar. Dat gaat gewoon niet goed. Alles wat er op mijn pad kwam, die kreeg ofwel iets naar zijn hoofd gegooid of wel fysiek als mentaal. Ik deed me heel stoer voor en ik heb mezelf heel erg in de problemen gebracht om er dus bij te horen. Ook met politie en aanraking komen en zo, dat soort dingen, dat was gewoon, ja, dat was gewoon niet nodig, zeg maar. Wat had jij dan liever anders gezien? Ik had liever dat ik mijn jeugd gewoon thuis had gewoond en dat ik die liefde had gehad die ik nodig had, zeg maar. Het enige wat ik nodig had was eigenlijk gewoon een knuffel. En dat was er niet. Je bent vooral kritisch op hoe jeugdzorg dan met je is omgegaan. Mm-hmm. Wat had je daar dan graag anders willen zien toen je daar woonde op die groep? Ook al ben je geen familie, ook al ken je elkaar niet, je bent daar toch om voor iemand te zorgen. Vooral op zo'n jonge leeftijd. Ik snap, regels zijn regels, maar we zijn ook kinderen. Weet je, we zijn nog steeds een kind met een hele grote rugzak. Iedereen daar. Je kan dat niet zomaar afpakken van iemand die liefde die je nodig hebt. En niet iemand die uit een boekje heeft gelezen van oh, zo behandel ik een kind, dat die je op gaat voeden, zeg maar. Vaak ben je overdag op school en er is niks aan de hand totdat je 's avonds of op de groep terechtkomt. En dan vervolgens ben je weer alleen. Want wel dan mensen altijd zeiden, ja, we zijn er voor je om je te helpen. Ja. Van 9 tot 5 en daarna zijn jullie niet meer te bereiken. Dan sta je er heel erg alleen voor, denk ik. Ja, dat inderdaad. Vooral alleen zijn. Alleen zijn heeft me ook heel veel verdriet gedaan. Draait er ook bij de menig goede early DJ? Ja, die Mark. Ja. En dan, hoe laat begint Peacock? Om 12 uur. We gaan wel aan mee. Ja. Ja, ik begon eigenlijk met blowen op mijn 15e eigenlijk al. Dat blowen deed ik meer om problemen te vergeten. Thuissituatie niet goed. Zou je daar iets over willen vertellen, over hoe dat dan was? Nee, daar wil ik liever niet over vertellen. Oké. Okay. Ja. Ja, Pilsen. Ja. Er gaat zeker nog wel Pilsen in. Kijk, dat moet komen. Lekker. Okay. Yes. Wordt er vandaag weer veel bier gedronken? Er wordt nu zeg maar weer bier gehaald terwijl ik naar het toilet ga. Deze, dat zijn mijn beste vrienden, maar ook mijn grootste vijanden. Ik noem dat de powerpilsie. De term, die gebruik ik vaak in mijn video's. En heel veel mensen willen mij ook een biertje zien atten. Dus er komen heel vaak mensen die een pils in mijn handen drukken. Nou, je moet nu zuipen, Ik heb geen powerpilsen voor je, maar als je wil nemen. Oké, komt ie, hè? Ja, ja. Power.
pils is een soort fenomeen waar je moet standhouden eigenlijk, hè, voor je gevoel. Ga je bier halen? Is in totaal in het afgelopen jaar iets van 5-6 keer politie bij mij binnen geweest omdat ik compleet flipte. Ik heb van de psycholoog gehoord ook dat het kan komen doordat ik nu eindelijk een rustige plek heb. Ik vind het wel fijn dat ik geholpen word. Ja. Ik heb gewoon zelf keihard zitten knokken om alles te kunnen bereiken. Al in een tuinhuisje van 4x4 bijna 2 jaar gewoond. Maar ik had het zelf voor te zeggen en ik kon eindelijk vrienden uitnodigen en mensen om me heen trekken die wel van me hielden en niet meer alleen zijn. Ik ben echt al heel ver gekomen voor iemand die gewoon al zijn spullen heeft gepakt, de deur uit is gelopen en nooit meer terug is gegaan. Ik heb best wel een moeilijke relatie gehad met mijn moeder vroeger. Heel veel fysiek geweld, mentaal ook het een en ander. En dat heeft wel zijn sporen achtergelaten. En op deze manier is het voor mij wel te managen, dus dan blijf ik dit lekker doen. En denk je dan niet dat het zorgelijk is dat mensen misschien niet een reguliere therapiebehandeling gaan doen of krijgen en dat dan hier zoeken, dat dat misschien ook zorgelijk kan zijn? Dat kan zeker wel zorgelijk zijn, want op het moment dat jij merkt dat jij dit echt als een escape eigenlijk gaat gebruiken, dan moet je ook gewoon bij jezelf wel nagaan van er gaat hier wel iets mis. Niet elke rave gebruiken bijvoorbeeld, niet te veel gebruiken en niet ieder weekend gaan en dan zeker niet meerdere raves in een weekend, wat dit weekend dan weer wel het geval is, maar over het algemeen doen wij dat niet. Dan denk ik op zich wel dat het niet heel veel kwaad kan. GGZ denkt hier niet goed over. Dat weet ik wel. GGZ is wel heel erg tegen, ja, maakt niet uit, tegen alle soorten drugs die er maar is. Ze zijn tegen al roken jointje op een dag, daar zijn ze er al tegen. Als je echt zegt dat je hulp nodig hebt, dan is misschien een therapeut inderdaad beter. Maar als je denkt zoiets van, ik heb gewoon mensen om me heen nodig die naar me luisteren, dan is Reven ook een soort van therapie. Ja, die zouden misschien ons voor gek verklaren. Misschien, ik weet het niet. Ik hoop dat ze het een beetje begrijpen, maar als mensen hier staan, het is gewoon één passie en soms heb je daar geen therapie voor nodig. Als je dan op zo'n festival staat, is er dan een soort gevoel wat je dan op dat moment hebt, wat je misschien thuis soms even mist? Ik schrik hem even bij. Ik zal nooit iets slechts over mijn ouders zeggen. En ik hou echt van mijn ouders, maar op het begin, toen net alles is gebeurd en elke keer ik kom thuis en ik moet weer over dat gevoel praten. Ja, tuurlijk, als je dan op zo'n festival iets kan vergeten, dan is het alleen maar fijn. Tuurlijk, het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor iedereen. Dit wereldje is gewoon een soort cave waar je in zit. En iedereen probeert je dingen aan te bieden. Je moet gewoon even bij jezelf nadenken. Is dit nou waar ik me in wil gaan verliezen? Dit kleine wereldje in die paar hekken? Of is het gewoon een wereld waarvan ik denk dat het leuker is dan de buitenwereld? Maar eigenlijk is het gewoon maar 8 uurtjes van je dag. Ja. Ja, misschien had ik ook wel meer moeten praten met mijn ouders. Maar je bent zo, zeg maar, alles is zo van je losgerukt, zeg maar. Ik wou het liefst gewoon weg zijn en gewoon in mijn rust leven. Wat ik nog steeds wel af en toe doe. Dat moet ik toegeven. Maar af en toe thuiskomen is ook wel lekker. Uiteindelijk wil iedereen naar huis. Jij wil naar huis, jij wil ook naar huis. Ik wil straks ook naar huis. Dus ik wil weer terug naar de echte wereld, naar mezelf. Moet die jongens ook mee? Zo, ja. Zo. Gaat net goed. De hele situatie van je broer, kun je vertellen hoe dat nu een beetje gaat? Als iemand hersenschade heeft, dan heeft hij gewoon een batterij die heel snel leeg gaat. Ik ben super dankbaar dat hij er nog is. Dat het gewoon nu steeds beter met hem gaat. En ik ben echt trots op die man. Ik ben echt trots op mijn broer. Het doet me wel veel, maar als hij er niet meer had geweest, dan dan weet ik het ook al wat hij weer is. Dat maakt wel, dat is een van de dingen die me wel emotioneel kan maken. Ja. Ja, ik zie het, dat het je wel ja. Verdrietig maakt. Nee, dat is oké. Dat is oké. Oh, nog 3 minuutjes! Nog 3! Hier, kom! Woe!
was echt mijn held. Die heb ik in de kliniek heb ik heel veel zijn muziek geluisterd. En heeft echt, die muziek raakt me altijd, want het geeft me altijd een herinnering waar ik toen was en waar ik nu ben. Ja, Peacock is echt mijn held. Ja, ik zie hem hoor. Was ik gewoon in mijn eentje aan het gebruiken in de woonkamer, terwijl mijn vader boven lag te slapen. En dat vind ik wel echt heel erg dat ik dat heb gedaan. Ik sta daar met 20.000 man en die hebben allemaal drugs gebruikt. Dan maar een nakkie op de fiets stappen en naar school. Eén keer heb ik een uitschieter gemaakt dat ik echt te lang wakker was. En toen had ik echt zoiets van oké. Klaar, dit is niet meer oké.